Ja, Irene Kuiper en Frans Mulder zijn aangeschoven. Twee oud-gedienden toch ook een beetje in de wereld van het theater. Zeer oud. Zeer oud. Nou, dat wil ik niet zeggen. Meer dan 100 jaar samen. Precies. Ja. Nou, hoe lang ben je al actief? Ik was denk ik een jaar of 23, 24, toen ik professioneel werd. Toen je professioneel? Ja, daarvoor deed ik een cabaretcursus bij Crea. Ja. En zo is het allemaal begonnen. Ja, je was 23. Zoiets, ja. Ja, weet je nog niet hoe lang je bezig bent. Nee, precies. Nou ja, meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar. Ruim meer dan 30 jaar. Ik heb eigenlijk een jubileum dit jaar, want ik ben toen op een 17e... begonnen, liedjes zingen, Jordaanese liedjes in Markanti in Amsterdam. Wauw. En ik ben nu 67, dus dit jaar is het 50 jaar. Fantastisch, gefeliciteerd. Dankjewel. Dat had jij je anders voorgesteld. Dat je het is niet het cadeautje wat ik dacht, deze taart in het gezicht. Nee. Het is wel heel naar. Ja. Want had je het willen vieren? Ik had een rol zou ik spelen in Waitress, de musical van Media Lane. Met allemaal jonge mensen, een ontzettend leuk verhaal, grote musical. En die werd dus afgezegd. En dat was eigenlijk mijn cadeautje voor mezelf. Ik dacht, nou, dat doe ik misschien nog één keer. Hè? Want het is pittig, een musical. Ja. En 7, 8 keer per week vaak. En die ging niet door. Dus dat was één. En voor de rest schrijf ik heel veel, schrijf liedjes voor mensen en zo. En dat doe ik nog, maar allemaal een beetje met het idee, wordt het ooit uitgevoerd? Precies. En dat is, merk ik, hoe langer die crisis duurt, of hoe langer dit duurt, hoe dieper dat ingrijpt, ja. Ja, want hoe grijpt dat dan in bij jou? Ik word er heel somber van soms en een beetje hopeloos. En dat heeft ook met je identiteit te maken. Het is met wat je je leven lang denkt voor te stellen voor jezelf ook. Weet je wel, wat je doet, wat je... Ja. En dat valt allemaal weg. Dus plotseling loop ik met een tasje in Albert Heijn en denk, nou, dit is het misschien wel. Ja. En als je, zoals ik nu 67 ben, dan kan je nog heel lang door misschien. Maar je denkt ook wel een beetje aan de laatste dingen die je gaat doen. En denk je, komt dat nog? En in welke vorm? Ja. Nou was de man die het in Broadway, op Broadway speelde, die rol in Waitress, was 76. Dus ik heb nog 9 jaar om erin te groeien. Ergens zal het toch op podium moeten komen. Blijven hopen dat het toch nog een keer gebeurt. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt, want ik denk dat voor heel veel mensen het werk een belangrijk onderdeel is van de identiteit. En vooral in zo'n creatief beroep, waarin je ook heel veel van jezelf moet aanspreken. Herken jij dat, Irene? Ja, absoluut. En ik denk dat het ook zo ver gaat dat je eigenlijk nooit de knop uitzet. Ik bedoel, je trekt niet een deur dicht. Op het moment dat je ergens naartoe gaat, je loopt ergens buiten, je ziet iets. Dan denk je, oh wacht, dat kan ik gebruiken daar. Of je hoort iets en je denkt, maar dan, oh wacht. Of je zit op een fiets en je gaat naar de Albert Heijn en je ziet daar iets raars gebeuren. En dan denk je toch weer, oh wacht even, dit is leuk. En zo gaat het al. Die motor is eigenlijk altijd aan. Doodvermoeiend voor je omgeving. En die is nu ook aan tijdens coronatijd. Of? Toch wel, ja. Ja, zeer toch aan. Wel. Ja, wel. Zeer. Omdat je ontzettend zoekt naar mogelijkheden die er wel zijn. Hè. Dat is natuurlijk zo belangrijk om positief te blijven. Ja. En om na te denken, wat kan er wel? En hoe zou je, hè, in het kader van acties, waar we voor hier zitten, hoe zou je dingen wel mooi kunnen maken? Of hoe zou je dingen tot de verbeelding kunnen laten spreken? Hoe zou je dingen inzichtelijk kunnen maken. En nou ja, waar we mee begonnen zijn, om het meteen maar op tafel te gooien, is 2 maanden geleden, denk ik, half april, toen we realiseerden, ik had een tournee gemaakt, ik ben een mini-theaterproducentje, en er waren nog heel veel posters over. Ja. Dus ik kreeg een telefoontje, een mailtje van mijn impresariaat, van wat wil je met die posters? En toen heb ik Joris van Veldhoven gebeld en gezegd, kun jij daar iets mee, want jij doet veel met kartonpapier. Ja. En zei ik, wat zonde eigenlijk. Dat al die mooie posters van al die producties die allemaal niet door zijn gegaan. Ja. Dus toen zeiden we, zouden we daar niet één heel groot kleed van kunnen maken? Nou ja, toen kwam van het een het ander. Toen zei, weet je wat, we gaan gewoon beginnen. We zien wel waar het schip strandt of niet. We kijken hoe ver we komen. Nou, toen ben ik allerlei organisaties gaan aanschrijven. Ja. Want dit is het plan. We willen het fysiek maken. Want dit is natuurlijk fantastisch waar we nu zitten. Maar we dachten stiekem, misschien moeten we het wel, als het heel groot wordt, uitrollen op het Binnenhof. Zodat de mensen die de gelden verdelen, daadwerkelijk overheen moeten stappen en zien wat de impact is. Ja. En
gelukkig kwamen toen de eerste pozeltjes binnen aan 0, A2 en eindeloos verzameld. En toen kwam meer. En er ligt nu een kleed in een hal in Diemen. En dat zijn we nog steeds aan het maken en aan het plakken. En het wordt gigantisch. Ik ga nog niet zeggen hoe lang, want er komen nog steeds posters binnen. Want het wordt vrijdag gepresenteerd, als ik hier? Het goed heb. Ja. Het heeft ook wel iets tragisch, hè? Het is iets heel tragisch. Maar ik vond het goede van haar idee, toen ze me erover opbelde, dat je het visueel maakt. Hè? Je kan erover praten. Maar als je die dingen, ik heb het natuurlijk al een beetje gezien, als je het achter elkaar ziet, denk je, mijn god. En er zitten allemaal mensen achter. Ja. Dus je die teller hebt. En we hebben ook gevraagd aan mensen. Dat stelt ook. Precies. Ja. Om in de plakstrook te melden hoeveel mensen daarachter zitten. Dus wat jullie doen, ja. Dat hebben wij gevraagd aan mensen om dat in die plakstrook te zetten. En dat kun je straks ook zien. Maar hoeveel mensen daar, soms 200, soms 5, soms 20. En dat maakt het, we zijn nu bezig met plakken en je ziet al die prachtige posters. Je ziet ook welke posters heel goed werken en de andere wat minder. Dat is ook heel leerzaam. Precies, dus ook qua kunst en cultuur is dat nog een het mooie is ook dat je wel ziet met hoeveel liefde en toewijding en om elke keer weer iets bijzonders te maken. Want dit is een greep van 1 jaar. Maar jullie zijn nu nog steeds posters aan het verzamelen. Nou, er komen nog posters binnen omdat mensen zeggen, oh, ik hoor er nu pas van. Of ik was het, oh, ja, mag ik nog? Je hebt er al zoveel. Ja, we hebben er meer dan 400. 400, meer dan ja. 400. Ja. En er komt nog steeds binnen. Dus we, ja, dit gaat straks weer uit. En dan ga wat ik weer mijn plakselpakje aan. En dan, ga je weer. En dan gaan we weer met de ploeg gaan we gaan meer, plakken. Meer dan 400 dus, producties, ja. Moet je het voorstellen. Ja. Klein en groot. Precies. En wat voor impact dat heeft. Ga niet door. Maar het is de hele culturele sector. Hè? Dus de parade hangt naast het Tapas Theater. Ja. Noord-Nederlands Toneel hangt naast de Philharmonie van Zuid-Nederland. Ja. JM Theater Workert Friesland hangt naast het Zeeuws Orkest. Nou ja, het geeft aan, eigenlijk zoals deze hele week aangeeft, hoe ongelooflijk breed dat is. Precies, wat er te zien precies. En wat er beleven valt in zo'n jaar in Nederland. En in welke poriën het allemaal uitkomt eigenlijk. Ook zonder dat mensen in Nederland het zelf weten. Ja. Als je naar een begrafenis gaat, dan maakt een mooie herdenkingsdienst mooie muziek. Ja. Als die muziek er niet is. Het zit overal in. Het, ja, heeft het zit overal in. En het cultuur zit overal in. Precies. Ja, precies. Het hoort bij ga maar eens door erheen, want ze houdt niet meer op. Hè? Weet je. En dat gaat tot vrijdag door. En daarna gaat ze nog afkicken. Maar Frans, want wat Frans heel mooi kan, is liedjes schrijven. Ja. En Frans heeft een prachtig lied geschreven. Je hebt een lied geschreven over deze actie, of bij deze postactie behorend. Ja. Wat moet dat voor jou inhouden dan, dat lied? Nou ja, dat doe ik, liedjes schrijven. Ja. Op het ogenblik een beetje manisch bijna. En ik dacht, wat is dat nou? En ik denk dat nou voor mij het touw is wat ik aan het knopen ben met al die dingen om uit die put te kunnen. Zoiets. Ja. En toen had zij het erover. Toen dacht ik, daar moet een lied bij, daar moeten mensen zingen of zo. Ja. En dat is niet een heel sterk actielied geworden, maar het is een toch wat melancholieker actielied. Waarin we eigenlijk vragen waar die wereld gebleven is, waarin dit allemaal kon. Ja. En de slotconclusie en ook de titel is, wat weg is, komt nooit meer terug. Ja. Want vergis je niet, als deze acties en alles niet genoeg opleveren, dan sterft het af. Ja. Voor een groot gedeelte. En dat komt niet meer terug. Die mensen die dan zogenaamd moeten omscholen en dat doen, die gaan niet meer nog een keer. En nog die kans nemen om iets te betekenen. En dat is, je gooit goud weg. Ja, ja, daarom noemen we de actie ook, het is 2 voor 12 voor de kunst. Ja. Omdat wij denken dat als je nu niet gaat bewegen, en daarom kwam deze actie ook geweldig getimed. Echt fantastisch. Ja. Want wij zaten qua, we moeten wel ergens dat kleed kwijt kunnen. Precies. Dus het is fantastisch dat we het hier vrijdag mogen uitrollen. Nou, doe de stoelen maar aan de kant. Want, en de kunst en cultuur, het is iets wat Waldemar zei net ook al. Het is een beetje dat zuurdesembrood dat iedereen nu zo druk aan het bakken is in coronatijd. Dat moet gevoed worden om straks weer tot volle wasdom te kunnen komen. Ja. Het moet overleven. Ja. En wat er gebeurt is in de manier waarop ze het willen financieren tot nu toe, dat het niet kan overleven. En ik kan dat toch niet voldoende, omdat ik natuurlijk met Purper ook altijd vrije productie was. Dat bestaat dit jaar ook, als we het zouden spelen, 40 jaar. En we hebben nooit subsidie gehad. Als je de vrije producenten, groot en klein, nu niet in ieder geval een basis geeft om te overleven. Dus dat het kantoor er kan blijven, de know-how. En dan bedoel ik niet dat het volop draait, want dat kan niet draaien, maar dat het overleeft.
dan staat die boel weer klaar om het straks. En dat kost bij elkaar helemaal niet zoveel. Want dan hebben ze het over 100 miljoen of 200 miljoen en allerlei getallen. 600 miljoen nu, waarvan maar 30 miljoen naar de vrije producenten. Maar ja, uiteindelijk kun je voor 200 miljoen niet eens een behoorlijke brug bouwen. Ja. Dus waar lullen we over? Precies. Heb je het ervoor over of vind je het eigenlijk niks? Van de week zei een vriend tegen me, heel cynisch, maar heel leuk. Jullie zitten, ja, vond ik ontzettend goed, want het was in een nutshell wat ik ervan dacht. Hij zei, jullie zitten in zulk zwaar water omdat er bij jullie geen commissariaten te verdelen zijn. Ja. Toen dacht ik, er is geen interesse zo. En dat moet omkeren. Zoals het publiek ook moet zien, de mensen achter al dat werk. Precies. En dat het niet... Want we hebben natuurlijk een beeld. Wij in ons, als je het wat lichter genre, maken we feesten. Dus ze zien de glamour en de lol. We zijn en niet gewend om dat drama, om het wat de pijn. Wat erachter zit. Ja. 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 Je bent altijd aan tapdansen met de schoenen die knellen. Begrijp je? Dat is het een beetje. Nou ja, en je hebt elkaar ook zo nodig. En er wordt zoveel tijd gestoken en liefde en energie. Voordat men in de zaal of in een concertzaal of in een museum... Het ziet. Als je ziet hoeveel uren een schrijver steekt in het... Dat is niet in de, gewoon maar eventjes wat opschrijven. Er gaan zoveel uren in. En dat is natuurlijk het ambacht. En dat ambacht zie je misschien bij een mooie stoel ook niet. Alleen je ziet een hele mooie stoel. Precies. Maar je weet niet hoeveel uren, schuren, en dus schuren, moeten wij dat bewustwordingsproces bij iedereen op gang brengen. Ja, zodat je weet wat er gemist wordt als je echt niet weten presteert. Wat er gemist Precies. is. Precies. Met wat voor gevoel staan jullie hier vrijdag dan bij dat enorme uitgerolde kleed? Ik sta met het gevoel dat zij eindelijk die actie heeft. Eindelijk die Maar ik sta ook met het... toch een triest. Het is toch ook triest. Ik denk bij alles steeds, zou het nou doordringen? Zou mevrouw van Engelshoven nou denken? Echt begrijpen. Of zou ze denken, ze zijn nog steeds bezig. Nou, morgen is het afgelopen, weet je? Er is, je wordt niet gehoord voor je gevoel. Ja. En dat is niet alleen voor ons triest, maar het is een schande. Want het is echt een grote... Ik bedoel, alles wat er aan horeca nu is... Je zag het gisteren, de dingetje... Ja. Hoe graag mensen en hoe... Er was een meneer die had zelfs tranen in zijn ogen. Die zei dat ik hier weer zit. Ja. Maar vergis je niet, de horeca draait ook veel... omdat daar theaters omheen liggen. Ja. We zijn altijd de smaakmakers. En zijn verbonden. En alles is kunst, zeg ik altijd. Ja. Wat ik aan heb is ontworpen. De tafel is door iemand bedacht. Allemaal door creatieve mensen. Dus... Het is zo belangrijk. En dat moet op de een of andere manier, dat spijkertje moet in het hoofd. Nou ja, fantastisch dat jullie de actie ook hier komen presenteren dan vrijdag. Ik ben Fijn heel benieuwd. Welkom zijn. Daarna mag je weer een normaal leven. Ja, normaal wordt het misschien nooit meer. En ik wil nog even zeggen dat het lied, daar is een primeur van vanmiddag bij Tijd voor Max. Tijd voor Max, daar gaat de primeur. Sybrand Niessen, dames en heren, daar gaat de primeur naartoe hoor. Ja, en daar zingen jullie het lied? Nou, nee. Nee, het wordt gezongen. Oh, wat goed dat je het zegt. Want dat moet je precies. George van der Pannen. Ja? Christanne de Bruin. Die heeft een prachtige rol gespeeld in De Dirigent, die film. De hoofdrol. Maar wij kennen haar ook uit het werk Sister Act, musical. Fantastisch. Ja. Diederik Ensink. Die noem ik altijd mijn eigen kleine Mozart. Een heel groot talent. Prachtig. En die doen het. En dan is er een gastappearance van een oudere meneer. Die één zinnetje doet en dat is Hans van Willigenburg. Ach, en een hele mooie danser. Oh, natuurlijk. Dan gaan we kijken ernaar uit. We gaan het vanmiddag zien. Bij Tijd voor Max begint om 5 uur. Namens hoeveel mensen worden hier getekend door jullie nu? De posters. We hebben meer dan 400 posters. Maar de dingen die verloren zijn gegaan in theater voor mij... in ieder geval de afloop, dat gaat om 50 man, denk ik. Ja, met allemaal dus verschillende optredens. 450. Dat weet ik. Toen voor één voor iedere, of zeggen jullie meer? Nou, ik zou Waitress doen, dus dat is zeker 60, 70 mensen. Precies. En dan heb je de mensen voor wie ik schrijf en zo. Dus ik ben net, dacht ik, met 100 ongeveer. 50. Eigenlijk wel meer. Maar 100 voor jou, 400 voor de posters en voor de, we zetten op 520. Ga lekker tekenen, pak het stoeltje erbij als het is. Een beetje over iemand heen mag ook. Dankjewel. Dank jullie wel, heel veel succes. En vanmiddag gaan we kijken bij Max.